Vader Jalangjas. Schubberg, schipper. Geen twijfel mogelijk. Armen! Schipper! Hoe staat het met de fruitvoorraad? Zo'n plantsoen, skipper. De zieken krijgen voorrang bij de verdeling. Zet er al maar een slot op. Dat heb ik al gedaan, skipper. Steek hem, moedertje. Hendrik, kom drinken. Kom op. Je moet drinken. Kom op. Kom op. Hou erin. Goed, hou in. Hou erin. Meer. Open. Daar ga je dat je ze allemaal dood laat gaan. Straks mijn ding. Lekker, jongens. Ja, meneer. Goed eten. Lieve moeder. Oost-Indië kan zover niet zijn. Welkom bij de 9.3. Je bent wat je eet, Biocast. En dat zag je al in het filmpje. Vitamine en mineralen heb je maar heel weinig van nodig. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat kleine beetje binnenkrijgt. Want ze maken namelijk de stofwisselingsprocessen in de cel mogelijk. En wanneer het daar misgaat, dan gaat het overal mis. Hier zie je calcium en een eiwit. En calcium en eiwitten zijn bouwstoffen. Calcium misschien nog een heel klein beetje in je skelet, maar eiwitten kun je helemaal niet opslaan. Dus dat betekent dat je een constante aanvoer via je dieet nodig hebt. Dit is glucose. En dit is een vet. En dat zijn allebei brandstoffen. Je kunt ze wel goed opslaan. Glycogeen bijvoorbeeld in de lever en in het beenmerg van je botten en onder de huid, daar sla je vetten op. Dat glucose kun je opslaan in de vorm van glycogeen. Dat gebeurt in de lever met behulp van enzymen. Dat glycogeen in de lever en in de spieren is je een voorraad. Het omzetten van glucose in glycogeen noem je voortgezette assimilatie. Natuurlijk kun je, wanneer je glucose nodig hebt, het glycogeen weer omzetten in glucose. En wanneer alle glycogeen op is, dan ga je bijvoorbeeld eiwitten aanspreken uit je spieren. Maar dat is wel een noodsituatie. Planten bevatten ook eiwitten. Niet zo heel veel, maar ze maken die eiwitten van nitraat wat in de bodem zit. En als je alleen maar plantaardige producten eet, moet je goed kijken of je voldoende eiwitten binnenkrijgt. En zoals je nog wel weet, ook zorgen dat het de eiwitten zijn die de essentiële aminozuren bevatten. Dus degene die je niet kunt maken. Vitamine A zit in de producten die je daar ziet. En die zorgen ervoor dat je goed kunt zien. In een heleboel landen wordt alleen witte rijst gegeten. Kans is dan groot dat je blind wordt. Daarom zijn er proeven gedaan met het inbouwen van het gen uit narcissen, die wel vitamine A kunnen maken, in rijstplanten. En daarmee kunnen rijstplanten vitamine A maken en lukt het hopelijk om blindheid terug te dringen. En met die biotechniek zijn we aan het einde gekomen van de 9.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.